Kijk, je kan het hier zien, hè, de wattels van de bramen die liggen nu aan de bovenkant. En dat is de bedoeling. Bramenstruiken overwoekeren het bosplan in Pijssen. De gemeente Noorderveld besloot 15 varkens in te huren om de ongewenste planten op dit stuk grond weg te halen. Wat is er nou mooier om dit natuurlijk te bestrijden dan met jongens erin te gaan staan met bosmaaiers. En zo krijgen we mooi de biodiversiteit weer terug in het bos. En dat is de bedoeling. De eigenaar van de varkens is blij met de samenwerking met de gemeente Noorderveld. Het is volgens hem een win-win situatie. Noorderveld raakt de bramenstruiken kwijt en de varkens leven in hun natuurlijke habitat. Elke keer als je die dieren weer in een nieuw perceel zet, is het wel de moeite waard. Zeg maar. Je ziet gewoon dat ze direct weer op zoek gaan naar eten. En dat is gewoon mooi om te zien dat ze hun natuurlijke gedrag goed kunnen vertonen. Toch voert Wilpstra de dieren nog dagelijks bij. De combinatie van natuurlijk voedsel en het bijgevoerde eten zorgt voor een betere smaak, vindt de eigenaar. Daarnaast groeien ze natuurlijk al een stukje langzamer dan in de reguliere houderij. En ja, dat maakt zeker wel verschil. Onze dieren lopen zo'n 1,5 jaar in vergelijking met zo'n 6 maanden in een reguliere houderij. Hoewel de varkens er pas een week staan, is nu al te zien dat ze goed te werk gaan. Maar ze zijn nog lang niet klaar. Maar ja, het is een beetje afhankelijk natuurlijk hoe het gaat. Ik kan best zien van hoe ze de boel nu al op de kop zetten. Maar misschien is het ook wel een maandje korter. En misschien blijven ze ook wel iets langer. Maar de datum staat 1 maart. Maar waar deze precies hierna heen zullen gaan, ik denk dat deze tegen die tijd zouden ze al wel geslacht worden. Want die zijn nu ongeveer bijna een jaar.